Hallo lieve kijker, we hebben SpongeBob op de achtergrond die meeluistert en kijkt, want hij weet dat als hij tot aan het eind van deze video uiteraard blijft kijken, dat hij er zo ontzettend veel waarde uit zal halen voor zijn eigen social media, voornamelijk TikTok. Om daarmee de aandacht te grijpen die SpongeBob verdient, in andere woorden, die jij verdient. Mijn naam is Marco Bajic en ik maak al meer dan 3 jaar video's dag in dag uit zonder pauze. Daarnaast heb ik op TikTok niet veel volgers. Het zijn 30.000, wat voor de een wel veel kan zijn, maar voor de ander ook weer niet. In elk geval leer ik onwijs veel van de dingen die ik anders zou kunnen hebben gedaan. En die krijg jij mee. Law of Attraction, de wet van aantrekkingskracht. Wat houdt dat precies nou in? In het kort, we worden een magneet voor datgene wat we willen. En zo zijn er dingen in het leven die gebeuren, en ik zal je straks kort een voorbeeld geven, die niet leuk zijn, maar ook dingen die wel echt tip, top, leuk zijn. Voor beide horen we de verantwoordelijkheid te nemen als we een echte man willen zijn. Ook als vrouw. En daarmee bedoel ik, dit zeg ik trouwens heel vaak tegen mijn vriendin Anastasia, wees een man. En daarmee bedoel ik meer het gedrag. Neem de verantwoordelijkheid voor de dingen die goed en slecht zijn in je leven. Door de wet van aantrekkingskracht is er iets in mijn leven gebeurd waarvan ik dacht, wauw, dit is onmogelijk en dit moet jij weten. Een aantal jaar geleden mediteerde ik en ging ik daarbij ook visualiseren. Wat voor dingen deed ik naast social media toen? Uitgaan. En ik herinner me een moment dat ik zat, was aan het mediteren. Hey, ik ben zelfverzekerd, ik ben een krachtige spreker. Ik inspireer mensen, ik verdien 10.000 euro per maand, etcetera. En daarbij had ik ook nog een extra visualisatierondje en dat was voor wanneer ik naar de club ging. Dus op dat moment zou ik in de avond naar de club gaan en ik visualiseer nog even die perfecte brunet Latina type die ik in de club zie en waar ik uiteindelijk in de avond ook mee naar huis zal gaan, als je snapt wat ik bedoel. Uiteindelijk kom ik in Amsterdam aan, heb ik een goede avond en je zult het niet geloven. Daar staat ze. En ik had compleet niet verwacht dat zij het zou zijn, want van achter leek ze Latina, maar van voor was ze Koreaans. Dat was wel een heel interessante combinatie van haar uiterlijk en wat ze feitelijk was. Ik kom met haar in gesprek, ze is ontzettend verlegen. De Aziatische typetjes in het algemeen zijn wat verlegen en ik kom met haar in gesprek, hebben een lange avond en uiteindelijk doen we het ook met elkaar. Dit bewees voor mij dat de wet van aantrekkingskracht de waarheid is. Je krijgt wat je wilt, maar de vraag wordt al heel snel, is het ook iets wat ik nodig had als geile jonge man? Wat mij voor de toekomst goede dingen meegaf. Op dat moment streelde het mijn ego. Kreeg ik bevestiging dat ik goed ben in het spreken met onbekenden, onder andere dames. Maar was dit wel wat ik diep van binnen nodig had, vanuit de kern? Ik denk het niet. En van wie kreeg ik dit? God of de duivel? Nou, de wet van aantrekkingskracht geeft jou wat je wilt. Maakt niet uit of je er klaar voor bent of niet. Het kon ook overigens compleet fout gaan. Dus ik wil zeggen, het werkt, maar wie bevestigt nou dat het van het goede of het kwade komt? Net zoals jij misschien een Mercedes AMG wilt, of misschien die 10.000 volgers, 10,1 uiteraard. Dan misschien ben je er nog niet klaar voor, maar wat ik wel wil meegeven is, heb een groter doel hiernaast. Het gaat niet alleen om wat je wilt, maar om wat je nodig hebt. En door mijn zondig verleden ben ik uiteindelijk op mysterieuze wijze tot God gekomen. Niet zomaar God, de God van de Bijbel. En dit zorgde ervoor dat ik inzag dat mijn wereldse verlangens totaal niet van belang zijn voor mijn video's op TikTok, op social media, waar ik anderen wil inspireren, omdat ik weet, iedereen heeft een onzekerheid in zich zitten. En nu is het aan ons om dat te reconstructen, vandaar de naam. Reconstruct it. Reconstruct yourself. Herbouw jezelf. Verplaats de negatieve deeltjes door de positieve en word zo een beter mens. En dat doen we vanuit de kern. En wat daar enorm bij helpt, en dit zal jou per direct helpen om aan die 10.100 volgers te komen, is heb een missie achter alles wat je maakt. Content gezien. Content. Maak video's over wat jou inspireert. Dit betekent, je hoeft niet te dansen op TikTok. Je kunt het hebben over een bepaald onderwerp. Ik heb hier mijn mobiel.
En ik laat jou met me meekijken. We gaan naar mijn WhatsApp. En hier staat bijvoorbeeld nou LinkedIn. Als ondernemer kun je niet te veel kennis delen. Dus ik typ een idee in wat ik in de ochtend krijg terwijl ik luister naar een podcast. Of naar iemand vanuit mijn expertise. En dan noteer ik de ideeën die ik krijg. In de ochtend is dat super makkelijk. Je komt zo op minimaal 3 ideeën. Alleen maar voor die dag, voor videocontent. En dan kan ik het bijvoorbeeld hebben, en dit is dan specifiek voor LinkedIn, maar dan kan ik zeggen, hey, wees niet bang om te veel kennis te delen, want alles wat ik bijvoorbeeld zeg in een video, maar 5% van de kijkers gaan het ook per direct toepassen. De rest, en dat is 95%, die kijkt naar gratis content en doet er echt niks mee. Ik ben een voorbeeld, mijn goede collega Nicolas ook, van het toepassen van de strategie van Gary V. Gary Vaynerchuk, als je hem niet kent, hij komt uit Wit-Rusland. Als Jood moesten zijn ouders vluchten om niet veroordeeld te worden, zijn ze in Amerika aangekomen en hebben zijn ouders een business van 3 miljoen weten te maken op het gebied van wijn. Nou, die wine business heeft Gary, dus weten uit te breiden naar 30 miljoen en zo nog veel meer. Hij gebruikt het internet sinds het bestaat. Hij zegt ook, maak content, deel inspiratie, heb het over momenten die jou inspireren. Deel inzichten die alleen jij hebt en koppel het met kennis. En niet alleen kennis delen als ondernemer, als iemand die influencer wilt worden, maar ook jouw ervaringen daarbij. Zoals ik net heb gezegd, Law of Attraction. Als ik jou zou vertellen, nou pas Law of Attraction toe, dan zul je 10.000 volgers krijgen. Alles wat je wilt kun je krijgen. En ik gebruik geen voorbeeld van de meid in de club, of ik gebruik geen voorbeeld van wat ik precies tegen mezelf zei, dan bouw ik niet aan mijn betrouwbaarheid. En dat is ook eigenlijk een bonus tip. Als je betrouwbaarheid wilt, dat ontwikkel je door de grotere missie en visie te hebben. En kort, die van mij is, ik wil een Nederland, een België en uiteindelijk een hele wereld vol zelfverzekerde mannen en vrouwen op camera die een ander met een simpel videoboodschap weet te inspireren. En dit is voor mij belangrijk omdat ik ooit een onzeker tienerjongen was en geïnspireerd werd door, ja, Ty Lopez. Dat is een marketing expert uit Amerika die een advertentie had over zijn auto's. You can take a look at the cars that I have behind me, but what's even more important is the knowledge. En dan zag je een grote boekenkast. De kennis is belangrijker dan de auto, zei hij. Dat was allemaal een neppe reclame. Hij had de plek gehuurd, maar hij inspireerde mij om 2 uur 's nachts toen ik aan het gamen was en naar de advertentie keek, naar het tweede scherm. Volgende dag werd ik wakker en er gebeurde niks. Ik werd om 2 uur in de middag wakker en ging niks toepassen van de tips die hij gaf. Maar zo kom ik elke keer weer video's tegen van de Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson met meer dan 3 miljoen abonnees op YouTube. Elliot Hulse, American Strongman en nog zoveel meer mensen die ervoor kiezen om video niet in te zetten voor zichzelf. Uiteraard krijgen ze de aandacht en komen de volgers er wel naartoe. En ik garandeer jou dat ook wanneer je de missie uiteindelijk hebt geaccepteerd en het mag anders worden. Ik mag mijn missie over een week anders formuleren, over een jaar, over 10 jaar ook. Maar als ik maar iets kies wat mij op dit moment kracht kan geven en vanuit dat presenteer. En zo kom jij aan die 10.100 volgers. Dus video gaat echt dieper dan je denkt. Social media ook. Bouw aan je kern. Presenteer wie je bent en niet wat je wilt zijn. En bouw zo langzamerhand aan je karakter. En zo zul je een magneet worden voor jouw doelgroep. En nogmaals, aan die 10.100 volgers komen binnen no time. Technisch gezien is het handig om eerst 1 video van 15 seconden op TikTok te gaan maken. Waarom 15 seconden? Als je daar 75% kijktijd op krijgt, dan is dat wat je wilt hebben. Mocht dat zo zijn, dan zie je ook aan de weergave, als je meer dan 5000 weergaven begint te krijgen. Ik weet niet hoeveel volgers je hebt, wat jouw account is, waar je start. Als je net startende bent, laten we zeggen 100 volgers of meer, dan is dat echt top. En dan kun je daar naartoe werken. Tussen de 1 en 5000 volgers met een 15 seconden video. Mocht dit het geval zijn, dan kun je gaan opbouwen. Oké, ik heb dus een thema gecreëerd. Ik spreek over inspirerende onderwerpen. Ik ga dat uitbouwen naar een 20 seconden video. Voeg iets aan het einde toe. Misschien van 3 seconden, 4 seconden, 5 seconden lang. Bij de 15 seconden video. Verander bijvoorbeeld van achtergrond. Voeg even een transitie toe. En zo ga je elke keer weer een stapje hoger. Zelf zit ik nu op 25 seconden video's, 30 seconden video's. En krijg die 75% kijktijd voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En dat kun jij ook. Hartelijk dank voor het kijken. Ik wil je uitnodigen om te abonneren op Reconstructed Marco, want jij kunt ook Reconstructed zijn. En ik garandeer dat als je nu abonneert, jij in de toekomst elke week waardevolle video's krijgt waarmee jij jouw leven als een influencer of een to-be influencer en ondernemer kunt gaan versterken voor de camera.